Het hoofdkantoor van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport is deze week gesloten. Dit besloot minister Gracia Emmanuel naar aanleiding van 2 bevestigde COVID-19 gevallen op het hoofdkantoor aan de Rozenveldkade. Het kantoorgebouw is hierdoor van 27 tot en met 31 juli niet toegankelijk voor medewerkers en bezoekers. Het ministerie zegt in een persbericht dat deze periode gebruikt zal worden om alle ruimtes volledig te reinigen en te ontsmetten. De personen waarmee de besmette werknemers in contact zijn gekomen, worden ook getraceerd. De beslissing, welke is genomen door de bewindsvrouw, is op advies van haar collega-minister van Volksgezondheid, Amr Ramadien, en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Het hoofdkantoor van RO zal gedurende deze periode alleen voor urgente gevallen toegankelijk zijn, met inachtneming van de COVID-19-maatregelen.